op zekere hoogte hetzelfde soort denken is. Want hoe dan? Dat je het hebt over regels. Recht gaat vooral over dat je deduceert vanuit bepaalde uitgangspunten. Het recht zoals het hier geldt. Theologie is de speculatie, maar vanuit dezelfde systematiek over algemeen geldige regels die je afleidt uit de ideeën die in de Bijbel zitten. Dat is ook het grote gevaar, hoor. Dat je dreigt heel snel in strijd te komen met het eerste gebod. Namelijk? Geef ook maar geen gesneden beeld te maken. Want dat hij helemaal klaar een vakje precies weet hoe het zit. Liggen. Maar het tweede, wat mij ook zeer de theologie interesseert, is de hele ontwikkeling van de theologie. Alle stappen die erin genomen zijn. Want het is niet 2000 jaar geleden neergezet zoals we er nu over denken. En dat is toch een bijzondere kwaliteit van het christendom zoals dat is in die 2000 jaar zich heeft ontwikkeld. Maar zoals